Deze nieuwsopname die gaat over moraliteit in het algemeen. Bij mensen. Moraliteit bij mensen. En de 10 geboden van Mozes. De moraliteit in zijn algemeen. Daarvan zegt Immanuel Kant dat het is. En hij heeft zijn leven besteed aan het bewijzen dat moraliteit moet. Omdat anders het leven stopt. Of het leven niet had kunnen zijn. Het is de moraliteit die het leven veroorzaakt. En daarom dienen wij moreel te zijn. Kant kreeg dat bij leven niet voor elkaar. Zijn kritiek der reine vernoemd met het begrenzen van het weten, dus daarmee het opheffen van het almachtige weten, dat is prima gelukt. Dus daarvoor een 8. Daarvoor achting naar Kant. Maar zijn moraliteit, zijn moraliteitsleer. Ik weet nog toen ik college had op de Katholieke Universiteit van Nijmegen, dat ik in de pauze, en ik was toen 39, 40, en die leraar, daar ben ik nog een keer bij thuis geweest. Die woonde in de buurt van Nijmegen, in een geweldig mooi huis. Waarom ik nou bij hem thuis was, weet ik niet. Aardige man. En dan stond ik in de pauze, en ja, al iedereen in de klas was 19, 20, 18. We stonden een beetje koffie te drinken en ik checkje roken. In die tijd deed men niet zo moeilijk over dat roken, ook de katholieken niet. Overal stonden asbakken. En van die plastic bekertjes koffie te drinken, van 20 cent, 40 cent, gulden cent. Kost allemaal geen drol. Het ging over analyticiteit. Dus de analyticiteitsleer van Kant, die is perfect. Daaruit volgt dan de begrenzing van de reden en het ruimte maken voor, of ja, ruimte maken voor het geloven. Ja, waarom moeten we moreel zijn dan? En die man zei tegen mij, want ik zei tegen hem, want ik vind het ontzettend interessant, erg leuk. Hij zei, dankjewel, dat vind ik ook. Maar, zei hij, die moraliteitsleer van Kant. Ja, zo goed als die analyticiteitsleer is, zo stupide is die moraalleer. En toen dacht ik nog van nou zich. Maar die man had daar gelijk in. De moraalleer van Kant. Zijn leuke anekdotes, maar meer niet. Nee, het zijn niet eens anekdotes, het zijn fantasieën. Met voorbeelden zoals je bent een schipbreukeling en je hebt nog een stuk hout waarin je kan blijven drijven. En je drijft naar de kust van een eiland. En als je daar aankomt, dan is daar een gemeenschap van mensen. En die hebben allemaal bloemen en schelpen en allemaal leuke dingen met kleurtjes. En vrouwen in leuke rieten jurkjes. En dan denk je, oh wat leuk. Nou, stel op datzelfde eiland, een andere situatie, en dan kom je aan en er staan er allemaal palen in het zand, in het strand. En daarop schedels. Dan denk je, ielk, wat voor een volk woont hier? Ja, dat kan je je wel voorstellen, maar dat bewijst niet dat moraliteit noodzakelijk is. Het werk van Kant over de moraliteit, dat heet de kritiek der oertijdskracht. Heb ik nog moeten aanschaffen, dat was verplicht leesmateriaal. En dat heb ik gedumpt, dat heb ik verder niet nodig. Wel een leuk boek, hij heeft wel gelijk, maar het is geen bewijs.
zijn bespiegelingen. Het bewijs voor de moraal, voor de grondlage der moraal, zo heet dat werk, dat komt van Arthur Schopenhauer. Dus iets van 1840 of zo. 60 jaar na de kritiek der reinen vernoemd van Herr Immanuel Kant. Herr Immanuel Kant. Toch weer twee generaties. Ja, daarin wordt het goed uitgelegd. En onderbouwd. Moraal moet. Dat kan niet anders. Alles wat er is in een samenleving is daar omdat die samenleving in die mate moreel was. Je zou kunnen zeggen, een stad als New York, een belachelijke stad. Daar zou je toch niet doodgevonden willen worden? Met ghetto's. Onmenselijke architectuur. Bomvolle straten. Toeter de toet. Een samenklontering. En neem Parijs. Het riool van Europa, hoor. Die Fransozen hebben ook zo'n uitspraak van Ouh la la, c'est la métro qui passe. Van oye, oye, de metro komt voorbij. Dat zeg je als je een scheet ruikt van iemand. Ja, zo stinkt het in Parijs. Ik heb nog zo'n foto gemaakt tijdens een vakantie in 2013. Was het. Vanaf die plek waar de Sacré Cœur staat. De kerk van het Heilig Hart. Dan kijk je uit over Parijs en dan zie je ook de Eiffeltoren staan. Ik heb een foto van gemaakt en dan zie je die bagger. En het platteland van Frankrijk, dat is uitgestorven. Ja, waarom? Nee, iedereen zit in Parijs. En dat stinkt daar. Nee, ik vind Parijs helemaal niks. Heb je die banlieue eromheen? Of die, hoe noem je dat? Suburbs, de buitenwijken. Het zijn niet echt wijken, het zijn steden. Maar die zitten tegen Parijs aangeplakt. Allemaal dichtgegroeid. Dan steken ze auto's in de brand, dan gaan ze politieagenten pesten. Immorele toestanden. Hier in Arnhem lopen ze de stad te verbouwen. De gemeente die gaat dan overleggen met projectontwikkelaars. En dan slopen ze volkomen oké gebouwen. Die worden gesloopt. Een herrie die dat geeft, man. Het is bij mij aan de achterkant, en daar zijn ze nu bijna klaar. En aan de voorkant zijn ze nog volop bezig. En ja, zeg maar, aan vooruit gekeken van waar ik nu zit, het kerkplein. Er staat nu een bioscoop. Het hele kerkplein is pleiten. Dus de markt die kan daar niet meer staan. Ja, maar die kan naar het provinciehuisterrein. Ja, dat is dan 200 meter verderop. Dat kan wel. Maar dat hebben ze dan vol geplemd. Die onderkant, die stenen toetsanden. Dat zijn kinderkopjes. Van die bolle steentjes. En ik ken zo'n jongen. Een man. En die werkte daar. Die zei, ja, je krijgt pijn in je voeten, jongen. Van die steentjes. En bij dat plein bij het provinciehuis. Daar was vroeger was dat twee keer per jaar kermis. Ja, die kermis kan er niet meer komen, want die markt die moet open op vrijdag en zaterdag. Elke vrijdag, elke zaterdag. Dat is immoreel, man. En die kermis hebben ze nou verhuisd richting het industrieterrein. Ja. Want die kermis is straks ook afgelopen. De woensdagmarkt die is er niet meer. Ik weet ook niet meer waarom. Schijnt niet meer te kunnen. Nee, die bioscoop staat op het kerkplein. Hé? En wat is het dan van bioscoop? Ja, een of ander pocherig gebouw met stomme films. Over negers in moeilijke omstandigheden. Die zich toch weten te redden tegen daar blanke kwaad in.
En homo's in het... Nee, joh, wat is het weer? Homo's die basketballer zijn allebei. En dan moet een van beiden kiezen voor... Of moeten ze allebei kiezen voor een huwelijk of voor een carrière. En hoe gaat dat aflopen tussen die twee homo's? Mannen. Sodomieten noemen we dat. Ja. Terwijl dat theater, dat stond vroeger op de Korenmarkt, dat filmtheater, in de oude Korenbeurs, daar was er niks mis mee. Zo'n leuk gebouwtje, hoor. Ik had er geen enkele moeite mee. Was ook een restaurant, ook niet een restaurant. Er zit er nu dus wel, hè, een restaurant, en dan kan je dan leuke exquise gerechten bestellen tegen belachelijk hoge prijzen. Ja, ik vind het immoreel. En dat komt omdat het gemeentebestuur, dat zit een beetje monopolie te spelen met de projectontwikkelaars. Die zien overal wel een gat in. Dus die flats hier aan de overkant, daar woonden, ik weet niet hoeveel mensen, er waren 4 portieken, 3, 4 verdiepingen hoog. En dan per portiek aan beide kanten 2 flats, dus 8 woningen per portiek. Dat zijn maar 5 portieken. Wat heb je dan? 40 woningen. Ja, en wat hebben we dan nu? We hebben een of andere juppentoestand. En misschien 20 woningen. Ja, die gaan voor vet geld over de brug. Ja. Maar vroeger woonden er allemaal 40 gezinnen. En waar zitten die nu? In Westervoort-Zuid? Immoreel. Ja, maar dat waren oude flats. Wat maken we nou uit? Ik heb ook gereden in een oude Mercedes. Nou, die deed hartstikke goed, hoor. Het hoeft dan niet allemaal nieuw. Ja, maar de gemeente is lekker aan het monopolieën. Of klaverjassen. Hè. Zo'n projectontwikkelaar, ja, die doet ook een bijdrage aan de gemeente natuurlijk. Ja. En dan lekker geld gaan verdienen. En die flats daar aan grenzen, hetzelfde verhaal. Het gaat om misschien al bij elkaar 100 woningen. Flats. Hè? Appartementen. Allemaal pleiten. En dan hangen er nu van die grote borden met hoe het eruit gaat zien. Van die woningen met hele grote glaspartijen. En reuze luxe uitgevoerd. Arnhem voor de juppie. Ha 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 ha. Dat is immoreel. Onze gemeente. Geen respect voor Arnhem. En moraliteit is alles wat er geeft. Het creëert een gezonde omgeving voor mensen. Dan moet je ook een morele gemeenteraad hebben. Beetje rekening houden met je taak en die taak goed vervullen. Dat is bij mensen erg belangrijk. Onder dieren ook, by the way. Dieren zijn ook moreel. Bij stokstaartjes, bij Robo. Ken je die beestjes? Die kunnen staan op een staart. Die kunnen ze heel goed omhoog kijken. En dan de helft van de, als de ene helft van de stokstaartjes een tukje aan het doen is, dan staan er andere stokstaartjes die staan op de uitkijk. Dan komt er geen vos aan. Of een ander dier wat daar leeft. Een coyote. Ofzo. En dan kunnen de rest van de stokstaartjes lekker gaan pitten. Een beetje de kindjes zogen. Ja, dan gebeurt het dat het misgaat en dan komen er een stelletje van die verschrikkelijke stokstaartjeseters. En dan die vreten dan de meeste stokstaartjes op. En dan is er zeg maar 1 stokstaartje en die weet te ontsnappen. Ja, die kan niet in zijn eentje overleven. Dus die gaat op zoek naar een andere gemeenschap. Dan mag ik bij jullie komen wonen? Ja, dat mag wel. Maar onderaan beginnen. Er zijn studies van gemaakt. Dan komt zo'n verdwaald stokstaartje aanwandelen. Ja, die wordt niet doodgebeten. Maar die gemeenschap die gaat eerst even de kat uit de boom kijken. Nou, en als zo'n stokstaartje dan na een bepaalde periode zich goed heeft gedragen, nou, dan wordt hij volwaardig lid.
Stokstaartjes doen er ook aan. Heb ik mij laten vertellen. Maar wat ik zelf heb meegemaakt, was dat ik een kat heb gevonden op straat. Een heel klein katje. Ik dacht dat het een kleintje was. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dat beest zat onder de kale plekken. En die kale plekken in zijn huid, op zijn huid. Daar zaten wonden in en die waren aan het ontsteken. Het beest was zich aan het toemen. Totaal uitgehongerd. Die had ik weet niet hoe lang op straat gezworven. En waarschijnlijk ja, gepakt door honden of andere katten. En die zat er wel zo zielig. Die zat in de portiek van een bankgebouw. En het was november. En de dierenarts zei van, hey, dat is een raskat. Dat is een Devonshire Rex. Rex. Ja. Ik laat dus een kattenboekje gekocht. En inderdaad. Er stond een fotootje bij. Ik zei, hey, dat is Pookie. Zo ging die heten. Ik had hem Pookie genoemd. Hey, dat is Pookie. Alles erover gelezen. Het is een mutant. Een kat heeft een ondervacht en een bovenvacht van nature. Maar deze mutant, die heeft geen bovenvacht. Die heeft alleen maar dat korte, krullerige haar. Die kat had het altijd koud. Die ging altijd op schoot zitten bij een mens. Ja, leuk beest. Maar die zat dus onder de sfeer en alles. En de dierenarts zei van, wauw, dat lossen we wel op. Dan moet je antibioticum moet erin. Ja, goed eten geven, rust en warmte. Hij redt het wel. Die kat was 7 jaar oud. Die heeft 12 jaar bij ons gewoond. Die moeder, want ik ging daar toen die kat 10 was, ging ik naar. Nee, toen die 10 jaar bij ons gewoond had, was die kat 17. Toen moest ik daar de deur uit van die moeder. Dat vond ze toch handiger. En dan zei ik tegen haar, ja, denk erom. Of zei ik tegen mijn dochtervrouw. Want dat beestje moet iedere week een klein stukje verse vette vis krijgen voor de vitamine en de visolie vetten. Dus niet elke dag, maar eens in de week een klein stukje. Vette, verse. Kost niks. En ik haalde op vrijdag altijd vis. Omdat die moeder, die is niet katholiek, maar die dicteert graag. Dus, op vrijdag eten we vis. Dat eis ik. Maar dat kwam goed uit. Dan bestelde ik bij de viswinkel voor onze mensen iets lekkers. En dan vroeg ik nog even een stukje voor de poes. Verse vette vis. En dan sneed hij ergens een stukje, zo'n puntje. Met een vacuüm. Ja, die man deed het keurig. Dat kreeg ik gratis volgens mij. Kostte niet. Vond hij heerlijk en was heel goed voor zijn wezen. Want voordat die dierenarts ermee kwam, had die kat had. Toch weer vachtproblemen. Omdat die kattenbrokjes, dat lijkt allemaal zo fantastisch, maar het is niet echt katten eten. Het beste kan je een muizenplaag in huis hebben. Dan eten ze tenminste verse muis. Maar dat ging heel goed. Die vistoestand, dat werkte geweldig. Die huidproblemen, tallig had hij dan. Overmatige talguitscheiding. Dat gaf vlekken op de bank. Maar dat was weg binnen een paar weken. Nou, met die moeder kon ik niet overleggen. Kon ik niet zeggen van wil je even dit doen. Want dan zei ze altijd nee. Dan had ik tegen mijn dochter gezegd van hou dat in de gaten. Dat hij elke vrijdag of 1 keer per week een stukje verse vette vis krijgt. Dus er 3 weken goed gegaan. En toen vond die moeder het genoeg geweest. Het is immoreel, die moeder. Het creëert niks. En toen kreeg Pookie weer die talgproblemen terug. En dan kwamen er weer vlekken op de bank. En toen dacht die moeder, ja, nou, dan mag Pookie niet meer in de woonkamer.
Toen werd Poekie verbannen naar de keuken. En die keuken was 2 bij 3 meter. 2 bij 2,5. Heel klein keukentje. En dan zal je ook nog zien dat ze regelmatig vergat om de verwarming aan te laten als ze naar de werk ging. Ze had het beest laten verkleumen. Immoreel. Anyway, toen dat beest net bij ons was, had ik van die antibioticum pillen gekregen. Maar Poekie die verdomde het om dat te eten. Hè. Die was zo schichtig als wat. Ja, straks word ik vergiftigd. Nee, de pillen eet ik niet. Hoe krijg ik dat nou naar binnen? Dus geprobeerd om de moeder van mijn kind hield die kat beet en ik zo die pil erin. Of ik had een beet en hield die bek open en dan die moeder die pil erin en dan die bek dicht en dan strijken over zijn slikapparaat. Ik denk, oké, die pil zit erin. Dan liet ik hem los en sprong die van de schoot af. En dan liep die 2 meter en zo die pil eruit. En die gadverdamme. En hij had nog steeds van die sferen. Dus er moest wat aan zij. Er moest wat gebeuren. Had ik van, nou, ik ben even geniaal. Had ik heel lekker gehakt gehaald. En dan 3 gehaktballetjes gemaakt. Want we hadden nog 2 andere poezen. Die waren van die vrouw. En een groot bord. En daar die 3 gehaktballetjes op gelegd. Gewoon verse, niet gebakken of zo. En in 1 balletje... Daar zat de pil in van Poekie. Voor Poekie. En dan kwamen die anderen. Ik riep al die poezen. Nou, lekker eten. En Pluis en Tato, zo heette die andere 2. En Poekie, die was er ook bij gekomen. Die denkt van, joh, nou, ik vertrouw helemaal niemand. En Pluis en Tato, die hadden nergens last van. Dus die gingen lekker ieder aan hun eigen balletje. Ik had het bord goed neergezet. Dat ene balletje in de richting van Poekie. En Tato, dat vond ik een morele poes. Altijd hoor. Niet alleen op dit moment. En Pluis was een immorele poes. Nou, en Pluis had... Tato zat zijn balletje op. En Pluis had zijn balletje ook op. En Poekie had nog steeds iets van... Ja, iedereen is hier aan het eten, maar... Ja, ik vertrouw het nog steeds niet. Hè? Dus dat had even tijd nodig. Want toen dacht Pluis van, nou, als jij dat balletje niet lust, dan... En die ging die zo voorover, hè, van, nee, tik hem wel op. En Tato's, die haalt uit, had ik hem nog nooit zien doen. Ook daarna nooit meer zien doen. Hè? En die gaf zo Pluis een tik voor zijn kop. Want dat balletje is voor dat gekke ding. Ja, hij zag er heel gek uit. Ziet er niet uit als een normale poes, hè, zonder bovenvacht. Met van die grote oren. Had ik al wat leuk. En toen dacht Poekie, oké, nou dan kom ik wel. En toen had hij dat stuk gehakt op. En ik dacht, jee, die pil zit erin. Nou, die sferen gingen weg en die ondervacht kwam weer terug. Ja, het is allemaal goed gegaan. Ja, totdat ik de deur uitging en toen werd hij verbannen naar de keuken. Toen kreeg hij gezondheidsproblemen. Toen was hij 19. En toen vond die moeder het tijd om hem te laten doodspuiten. Ze had altijd al een hekel gehad aan het dier. Eindelijk had zij zeggenschap. Ik laat hem even vermoorden. Moraliteit is dus ook onder dieren. En bij mensen telt dat harder. Dat komt omdat wij veel krachtiger, machtiger zijn dan dieren. We hebben een veel grotere, noem het maar, rijkwijde. Daarom telt voor ons die moraliteit zo. Die geldt in het algemeen dus, maar voor ons is die extra belangrijk. Nou staat in het Oude Testament, in Exodus 20, dat is het tweede boek van de Bijbel, tweede boek van Mozes, daarin staan 10 geboden. En ik ga ze even voorlezen.
Ik heb het samengevat. Ik heb het niet op rijm gezet. Jurk heeft dat gedaan. Jurk Liesman. Die heeft het op rijm gezet. En geïnspireerd door hem, dacht ik, nou dan doe ik het ook. Maar dan niet op rijm. Dat hoeft voor mij niet zo. Maar kort en krachtig samenvatten. Nou, wet 1. Ik ben de Heere, uw God, die u verlost heeft. 2. Kniel niet voor een beeld, comma. Ik ben jaloers van aard. 3. Gebruik mijn naam niet zinloos. 4. Gedenk de zevende dag en rust. 5. Respecteer je ouders en word oud. 6. Dood niet. 7. Niet echt breken. 8. Steel niet. 9. Geen valse getuigenis tegen uw naaste. 10. Begeer niet dat wat van een ander is. Ik vind het een geweldige samenvatting van onze moraliteit. Je kan er nog meer dingen aan toevoegen. Maar hier heb je wel de, wat mij betreft, de kern te pakken. Snap je? Kijk, regel 1, hè? Ik ben de Heere uw God die u verlost heeft. Waar dat op slaat, is dat het begrip God, wat gelijk staat aan het begrip DAS van Kant, en het begrip de wil van Arthur Schopenhauer. En het begrip de wil van Arthur Schopenhauer, dat is hetzelfde als het begrip das. Alleen het begrip das, het ding aan zichzelf, dat heeft verder geen inhoud. Hè? En dat maakt het een beetje ledig begrip, toch? En Schopenhauer die vond een ander begrip, dat heeft ook geen inhoud. Ook niet echt aanwezig. Maar het heeft wel een soort van betekenis of zo. De wil. Nou, er is maar één wil. Er zijn er geen twee. En die wil, die wilde dat jij vrij was. Dat je geen slaaf bent. En dat is de wil. Dus ik ben de wil die u verlost heeft. Toen Mozes deze 10 geboden ging bijtelen. Moet je een beetje met een korreltje zout nemen, denk ik. Maar het komt er in principe op neer. Waren het toch stenen tabletten of tafelen? Maar toen had hij net, onder leiding van Mozes, maar Mozes stond onder de leiding van de Heer. Dus Mozes kon tegen de mensen zeggen, jullie moeten dit gaan doen, dat gaan doen, allemaal spullen pakken en we gaan pleiten hier. Want ze zaten in slavernij in Egypte. En Egypte, dat is precies dezelfde maatschappij als die er was in Babylon. En dat is precies dezelfde maatschappij die er nu is in Europa en in Amerika en in China. En slavernij. En hoe kan het nou dat wij weer teruggevallen zijn naar die slavernij? Nou, dat komt omdat wij ons niet houden aan deze 10 geboden. En dan val je weer terug. Ja, maar ik geloof niet in God. Ik zeg net dat wat in de Bijbel genoemd wordt God, oftewel God van de Bijbel, of de God van de Bijbel, dat staat gelijk aan DAS van Kant. Ja, maar wat is DAS dan? Ja, dat kan ik nu niet uitleggen. Maar ik heb een uitzending gemaakt over Immanuel Kant. Een kritiek der Reine Vernunft, waarin het begrip DAS uitgelegd wordt. En evolutie. Die is al gepubliceerd. Dan moet je die even gaan luisteren.
Ik weet niet precies welk nieuwsnummer dit wordt. Dus ik weet ook niet precies welk nieuwsnummer die van Immanuel Kant en Kritiek der reine vernoemd en Evolutie. Ik weet ook dat nummer niet uit mijn hand. Ik denk 587, 588, gokje. En het begrip de wil van Schopenhauer, daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Maar er is een wil, volgens Schopenhauer. Dus de wereld is gewild. In de Bijbel staat, God schiep hemel en aarde. Ja, dat was omdat hij dat wilde. Dus God is de wil. En wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Wij zijn ook allemaal vervuld van een wil. En heel veel mensen denken dan, ja, ik heb een vrije wil. Nee, die heb je helemaal niet. Er bestaat geen vrije wil. Want dat zou betekenen dat de een die wil graag dat zijn vrouw lekker thuis is en voor de kinderen zorgt. En die andere wil graag van, ja, ik wil die vrouw van helemaal even lekker gaan lopen palen. Kijk, uit vrije wil. Ja, dat is geen wil, snap je? Dat is een vrije keuze. Je hebt een keuze om stupiditeiten te begaan. En je leven naar de ratsmodel te helpen. Dat is jouw keuze. Maar het is geen wil. En die wil, noem het maar de goede wil, die verlost je uit die slavernij. En als je die wil niet gehoorzaamt, als je ingaat tegen één van deze 10 geboden, dan ben je de bok. Nou, nummer 2, kniel niet voor een beeld, komma, ik ben jaloers van aard. En die ik, dat is dus God. Dat is de wil, D-A-S. Dat is ding aan zichzelf. En je gaat niet anno nu 2019 iets inbrengen tegen Immanuel Kant, CQ, Arthur Schopenhauer. Dat kan je lekker vergeten. Ja, maar Friedrich Nietzsche, die zat weer te zeuren over Arthur Schopenhauer. Ja, niet echt, hè. Friedrich Nietzsche zei, wat Schopenhauer zegt, dat is wel aardig. Maar waar blijft het resultaat? Geen resultaat, geen wil. Dus Nietzsche kwam dan met der Wille zum Macht. Ja, die wil moet zich wel manifesteren. Nou, momenteel is dat. En knielen voor een beeld, ja, dat doet iedereen. Ik ken mensen die zeggen, ja, de kwantummechanica, dat is hoe het zit. Ja, dat is een beeld. Want die mechanica, dat is niets meer dan een wiskundige constructie die heel toevallig geinig bleek uit te pakken. En waarmee je het waterstofatoom en nog wat andere atomen die uit één elektron bestaan, daar gaat het om. Maar als er 2 elektronen komen rond een atoom, ja, dan begint de kwantummechanica uit zijn voegen te barsten. En als er 3 elektronen komen rondom de kern, moet ik zeggen, nou, dan kan je het vergeten. Een element als koolstof kan je niet verklaren met kwantummechanica. Dat kan je lekker vergeten. Maar mensen knielen daarvoor. Dat is een boek van de Dancing Woolly Masters. En dat legt dan een verband tussen kwantummechanica en de Oosterse boeddhistische leer. Ja, zo zit het. Ja, dat is knielen voor een beeld. Sukkel. En dan ga je in tegen de wil van God. Want die mechanica wordt helemaal niet toegepast, hoor. Het is alleen maar een wiskundig construct. Een matrix, links naar rechts, van boven naar beneden. En dan geen getallen, nee, wiskundige functies. En dan ga je functies vermenigvuldigen ofzo. Ik weet er verder niet veel van, hoor, van kwantummechanica. Ik weet alleen maar dat het heel beperkt is. Nou, dan krijg je 3e gebod. Gebruik mijn naam niet zinloos. Daarom moet je ook niet vloeken. Van gatversakkies, maar dan volledig. Dat moet je niet doen. Zinloos gebruik van de naam van de wil.
En letterlijk betekent het, God, verdoem mij. Ja, dan moet je vooral vragen aan God. Lijkt me een zinloze vraag. 4. Gedenk de zevende dag en rust. De Sabadeo, zaterdag. Dus op zaterdag wordt niet gewerkt. Ja, en moet het dan per se zaterdag zijn? Ja, er zijn tijden op deze aarde. Dan is het aan de ene kant is het al zaterdag en op de andere kant is het nog vrijdag. Dus het gaat niet per se om een dag. Ja. Nou, zeg het maar, het zevende moment. Je moet niet de hele tijd werken. Dan ga je kapot aan. Zeg maar, 14% van je tijd zit je leuke dingen te doen. Doe je helemaal niks. Anders raak je overstrest. Nou, de eerste, dus, ik ben de Heer, uw God, die u verlost heeft. Dat is een opmerking. De tweede is dat je iets niet mag. Je mag niet knielen voor een beeld. De derde is dat je iets niet mag. Je mag niet zomaar de naam van God gebruiken. De vierde is positief. Gedenk de zevende dag. En rusten. Die vijfde is ook positief. En dat is respecteer je ouders en word oud. Dat is iets wat je momenteel... niet dat je het niet ziet, maar... Ja, veel respect is niet echt. Ik vind mijn moeder een druk te maken. Ik wilde wel een keertje bellen. Maar als ik dan bij haar zit en dan gaat er een onderwerp komt er op tafel, bijvoorbeeld over transgenderisme. En dan zeg ik daar wat van en dan ben ik nog niet eens uitgesproken en dan begint mijn moeder door mij heen te kakelen. Dan denk ik, ja, wat krijgen we nou? Het lijkt wel alsof ik in Café de Wacht zit. Daar hebben ze er ook zo'n gewoonte van. Als je daar wat zegt, dan... Nou ja. In Café de Wacht heb ik wel eens gezegd van... iedere keer als ik dan weer wilde beginnen, werd ik weer in de reden gevallen. Dan zit met een luisteraar het geoude hoer van die ander. En dan gaat hij herhalen wat hij al lang heeft gezegd. En dan wil ik opnieuw komen met mijn reactie. En dan word ik weer in de reden gevallen. En dan zeg ik, ja, wat willen jullie nou? Een monoloog houden? Dat is goed, doe mij maar een extra jenever en dan luister ik wel naar jullie gouden hoer. Oh nee, we willen wel dat je wat terugzegt. Ja, laat me dan aan het woord. Oké. Okay. Nou, begin ik weer. En dan vallen ze maar weer in de reden. Ik zeg, ja, hou erop. Nou wil ik een minuut spreektijd. Het is me voorgekomen dat ik zei, nou, je kijkt naar de klok, er zit een secondenwijzer op, die staat nu bovenaan en nu ben ik aan het woord. En dan haal ik even adem en dan gaan ze zeggen, en waarom begin je nou niet meer praten? Tja. Het is dan mijn minuut. Nou, mijn moeder heeft er ook last van. Maar ik respecteer haar wel. Die heeft het ook niet makkelijk gehad. Mijn vader was... zeker toen hij nog jong was en onder de testosteron zat. Dus ik heb er wel respect voor. En de economie en alles. Dat heeft niet makkelijk gehad. Ik heb respect voor haar. Natuurlijk. En ook voor mijn grootouders. Allemaal. Al mijn 4 grootouders. Tuurlijk. Maar je moet er respect voor hebben. En heb je dat niet, dat kost je jaren van je leven. De kinderen van gescheiden ouders, die sterven jaren eerder hoor. 1 tot 5 jaar. 2 jaar of zo gemiddeld. Ja, dat kost je een stuk van je leven. Want hoe moet iemand respect hebben voor ouders die gescheiden zijn? Waarbij een van beide ouders het kind dus in de steek heeft gelaten. Dat is moeilijk voor een kind. En dat kost hem dan een stuk van zijn leven. Bedenk goed hè, dat als je gaat scheiden, dat je het moeilijk maakt voor je kind om respect te hebben voor jou. En dat kost dan een aantal levensjaren van je kind. Bedenk goed na voordat je scheiden gaat.
Ja, maar dan moet ik bij elkaar blijven voor de kinderen. Nee, je moet bij elkaar blijven voor de melkboer, ja? Je was te getrouwd voor de kinderen, nou dan. Sukkel. De zesde is dood niet. Saillant detail is dat er mensen zijn. Want dit staat ook in het Hebreeuws. Dit komt uit de Torah. En de Torah is geschreven in het Hebreeuws. En in het Hebreeuws staat er moord niet. Volgens iemand die dat zei op internet. Die kennis had van het Hebreeuws. Want hier staat dat. En er staat niet doden. Want dat is een ander Hebreeuws woord. Maar in de Engelse vertaling staat thou shalt not kill. En in het Nederlands, in de Statenvertaling en in het NBG, daar staat dood niet. Of gij zult niet doden. Iets liever verwoord, liefdevoller verwoord dan het Hebreeuws. Waarbij de ruimte gelaten wordt voor het doden. Dat is een ander verhaal. Snap je? Een dode moet je niet doen. Mijn vriend Gert, die heb ik 40 jaar lang mee muziek gemaakt. Ja, niet iedere dag. Maar. En een paar maanden voordat hij dan wegging, stopte hij met het laatste project. Hij zei, ik heb er geen zin meer in. Het wordt toch niks meer. Hij is ook heel beroemd geweest. Hij heeft opgetreden in Amerika voor een zaal met 2000 man. En niet één optreden, nee, hij heeft een hele tour gemaakt door Noord-Amerika en een stuk Canada ook nog. Ja, en dan vier van die oude knarren die in een kelder in Oosterbeek een beetje A-mineur en C-mineur lopen spelen. Nee, dat wordt hem niet meer. Dus hij is ermee gestopt. En toen kreeg hij een bacteriële uitslag, toestand, werd heel vervelend. Van ziekenhuis naar ziekenhuis. Uiteindelijk lag hij in Ede, maar de lichaamsfuncties waren voor percentages uitgevallen. En hij moest in leven worden gehouden. En zijn vrouw, inmiddels weduwe, die werd gezegd van ja, wij laten de apparatuur lekker doorpompen, maar ja, het wordt nooit meer wat. Hij gaat nooit meer uit het bed komen. Die bacterie konden ze niet bestrijden. Geen antibioticum hielp. Maar hij moest wel, zijn bloedsuikergehalte sloeg alle kanten op. Zijn nierfunctie was uitgevallen. En hij kon ook helemaal niet meer praten. Hij kon nog een vinger bewegen. That's it. Dat hebben ze tegen die vrouw gezegd van Gert. We willen je niet haasten of zo, maar als jij het moment daar ziet, dan moet je dat even zeggen en dan schakelen we de stroom uit. Klaar. Gewoon de stekker uit stokkend uit. Is dat doden? Nou, nee, zou ik zeggen hoor. Dus zonder die apparatuur was hij al lang dood geweest. Maar er staat hier niet, gij zult uw medemens eeuwig in leven proberen te houden. Want wat zou dat toe geleid hebben, behalve heel veel kosten en dat dan zijn vrouw dan iedere keer naar het ziekenhuis moet om op bezoek te gaan bij een mens die nooit meer op zal staan. Waarmee het alleen maar elke dag een klein beetje slechter gaat. Dus op een dag heeft zij gezegd, nou, ik vind het mooi geweest. Is ze 's middags nog gekomen naar het ziekenhuis? Denk ik. En toen was hij dood. Maar andere vormen van doden, zoals abortus, nou, dat mag niet. Niet volgens Mozes. Zeker niet omdat het dan gaat om een mens wat. Ik heb dat ook meegemaakt. Mijn tweede kind is gedood. Maar er was niks meer aan de hand.
Dat mag je niet doen. En een puinhoop dat het werd, man. Door die abortus. Hè? Punt 1, ik had een knoop in mijn maag. Punt 2, mijn dochter mocht van niks weten. En punt 3, na die abortus sloeg het hormoonstelsel van die moeder helemaal alle kanten op. Die was toch al niet zo helemaal knijs. Zou ik net doen. En een half jaar later wilde ze scheiden. Ze had er genoeg van. Kind janken. Je moet niet doden. Dat moet je niet doen. En euthanasie, ja, ik zou er erg mee oppassen. Je hebt het meegemaakt hoor. Mijn oma van mijn moeders kant. Die had een van de kanker in haar maag-darmkanaal of zo. Die lag ook helemaal verpampen. Er was ook helemaal niks meer. Helemaal vermagerd. Ja, iedere dag ging het wat slechter. Toen heeft de familie gezegd, ja, voer de morfine maar op. Ze zat toch wel elke keer continu onder de morfine. De mens verrekte van de pijn. Ze was niet meer bij bewustzijn. Ja, dan hebben ze de dosis morfine opgehaald. Ja, vind ik een grensgeval. Dat is onnodig lijden. Het zou nooit meer goed komen. Zo'n kanker, die kan je er niet uitsnijden. Er was geen behandeling voor. Maar voor de rest mag je niet doden. Niet toegestaan. Zelfs de doodstraf is bij veel christenen niet. We zijn erop tegen. Als iemand dan een seriemoordenaar of een serieverkrachter of whatever. Ja, stop hem in de gevangenis. Laat hem zijn dagen slijten met het maken van aquarellen. Dat is humaner dan iemand te doden. Heb je de 7e gebod niet echt breken? Nou, daar hoef ik denk ik niet over te beginnen. Want dat gebeurt op grote schaal. Hier in Nederland. En ook in België. En ook in Duitsland. En ook in Amerika. Iedereen neemt het heel makkelijk daarmee. En niet echt breken, dat betekent net zoveel als... Er staat eigenlijk... thou shalt not fornicate. Waar het op neerkomt is op seks buiten het huwelijk. Moet je niet doen. Recreatieve seks, daar is seks niet voor bedoeld. Seks is bedoeld voor de voortplanting. En als twee partners lekker kunnen seksen, dan kunnen ze een geweldig seksleven hebben. Maar daar is verder niks mis mee. Maar die mensen zijn getrouwd voor het leven. Die hebben elkaar trouw beloofd. In het echi. Vandaar ook de echt. Je hebt het echt beloofd. Dan moet je het echt doen. Ja, dan mag je seks hebben zoveel je wil. Elke dag wat mij betreft. Dat doet er niet toe. Maar binnen het huwelijk. En niet daarbuiten. Een auto die je koopt. Dan kun je van tevoren zeggen. Mag ik een proefrit maken? Dan kun je ook zeggen, ja, ik heb een proefrit gemaakt, maar ja, ik vind het toch niet zo lekker. Nee. Heb je nog een andere auto? Mag ik daar dan een proefrit in maken? Ja, dat mag. Maar niet met seks. Je kan niet zeggen met een vrouw, mag ik even een proefrit maken? Even kijken of die past. Dat is walgelijk. Nou, het 8e gebod... Steel niet. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dat is erg vervelend, stelen. Daar hoef ik denk ik niet veel over te vertellen. Oh. Dat is verschrikkelijk.
in Wageningen, dan had ik een fiets. En dan kom ik om 2 uur 's nachts de jongerenvereniging uit en wil ik naar huis, is mijn fiets kwijt. Gestolen. Nou, dan heb ik een nieuwe fiets, of een nieuwe, een tweedehandsje. Zoveel geld heb je niet. Als student. Ja, een nieuwe fiets. Nou, dat ging een paar weken goed, dan was die ook gestolen. Ik dacht, ja, nou haal ik hem in. Toen ben ik maar gaan lopen, was best een eind lopen. Vanaf de flat naar de universiteit. Daar hou ik hem in. Maar je moet niet stelen. Nummer 9. Geen valse getuigenis tegen uw naaste. Niet liegen. Veel mensen nemen dat ook met een korreltje zout. Ja. En dan nummer 10. Begeer niet dat wat van een ander is. Ja. Wie houdt zich aan het 10e gebod? Hoeveel mensen begeren niet wat de buurman heeft? Oh, de buurman heeft wel een lekker weef. Ik was getrouwd dus met die vrouw, de moeder van mijn kind. En allerlei mannen die begeerden haar. Denk ik van ja, homo, die vrouw is van mij. En niet van jou. Als jij haar graag had gewild, dat was best een mooie vrouw. Lange benen. Mooie tanden, had ik wel. Een brunette was het. Maar toen ik haar onder mijn vleugels nam, was het Jans Pommerans uit Nieuweschans. Oh, wat een plank van een meid was dat. Dat was fel over been. Nou, dan gingen we samen wonen en dan ging ik voor haar koken en ik had een kind bij haar verwekt. En dan kreeg ze wat promptere tieten en eigenlijk een beetje dikker kont. En toen dachten die kerels, oh, Perry heeft een lekkere te eten gegeven, nodig ik er wel even palen. Ja, homo. Blijf met je tengels van mijn wijf af. Begeer niet wat van, in dit geval van mij is. Zorg voor je eigen vrouw. Ga jij maar een vrouw oppikken midden in de nacht in de kroeg die zo mager is als een lat. En die ga je goed verzorgen en dan 4 keer in de week fatsoenlijk eten geven. En een beetje rust. Doe het zelf. Smeerlap. Dat geeft alleen maar ellende als je je niet houdt aan alle 10 van deze geboden. En bij de eerste dan is dat je beseft, er is maar 1 wil. En dat is de goede wil. En die goede wil, die zorgt ervoor dat je niet langer verkeert in slavernij. Punt. Snap je? Ja, ik doe dit niet voor de... Huh? De puntje, puntje, puntje van de puntje, puntje, puntje. Ik bedoel het goed. Want die slavernij waar wij nu in zitten, dat is helemaal niet leuk. Wij betalen van onze toegevoegde waarde, van al ons werken. En een belastingambtenaar die werkt niet. En een verzekeringsambtenaar die werkt ook niet. Ja, tenzij je een onderneming hebt en je wil een bankkrediet en blablabla, en de bank vertrouwt het niet helemaal. Dan kan de bank zeggen, nou, wij willen wel tekenen. Maar dan willen we dat een andere partij, die hoeveel het geld heeft, een buffer of zo, dat die meetekent. Voor het geval het misgaat. Dus bedrijfsmatig, ja, dat is een business. Maar momenteel zitten mensen zich te verzekeren voor brand, voor ik weet nog wel wat allemaal meer. Ja, dat is geen baan. Man. Een brandverzekering, rot op. Nee, verzekeringsambtenaren werken niet in de regel. En ambtenaren werken niet. En er zijn er wel meer mensen die niet werken. Thierry Baudet bijvoorbeeld, die werkt ook niet. Die schrijft vieze boekjes. Maar neem je houdt dan al die werkenden over? Ja, baby's werken niet, kinderen werken niet. Mijn dochter is 19, die heeft gewerkt in de supermarkt. Voor een half jaar. En voor de rest niet.
En over 2,5 jaar gaat ze werken. Maar zoveel mensen werken er niet in Nederland. En wij produceren een toegevoegde waarde. Zeg maar van 100 euro voor het gemak. En daarvoor gaat 80 euro naar het bestuur. Wel, bedankt voor het werken. Wij nemen 80 en jij mag 20 houden. Ja, dat is slavernij. En waar komt die slavernij vandaan? Nou, dat komt omdat wij en masse één of meerdere van deze 10 geboden breken. Overtreden. Ja. Daar ben je lekker bezig, toch? Ik denk dat ik het goed heb uitgelegd. Over moraliteit. In het algemeen. Moraliteit bij dieren. Moraliteit bij mensen. En de 10 geboden. Nou. En omdat ik zo dankbaar ben dat jullie hiernaar geluisterd hebben, zeg ik heel netjes, op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.